De zorgbonden hebben een principeovereenkomst ondertekend met de regering na langdurige onderhandelingen in augustus en september. De vakbonden van de zorgsector en de cluster van ministers hebben overeenstemming bereikt over de uitbetaling van overbrugging en wervings- en behoudstoelagen voor juli 2024 die nog niet was uitbetaald. Ook zijn de achterstallige CLO-tegoeden over 2017 en 2018 besproken. Aldus Robbie Narendorp, bondsvoorzitter van het Diakonessenhuis. De uitbetaling van de CLO-overeenkomst, RAFACTUUR-overeenkomst, RAFACTUUR Plus, beter gezegd, overeenkomst waarbij een uitbetaling van 20% loonsverhoging van slangstienaren en aan hen gelijkgestelden. De onder andere RKZ is daarbij niet bij betrokken, maar bij deze is overeengekomen met de regering dat ook RKZ in aanmerking zal komen van deze 15% plus 5% volgend jaar. Op woensdag 9 oktober is een overeenkomst ondertekend tussen de regering en de zorgbonden. De afgelopen periode ontstond veel onrust in de zorgsector door problemen met personeelsvoorzieningen. De uitbetaling voor juni 2024 zal in december 2024 plaatsvinden. Tijdens de onderhandelingen met de minister van Volksgezondheid is benadrukt dat rekening moet worden gehouden met het inkomen van de zorgwerkers. Daarnaast moet er aandacht zijn voor personeel dat naar het buitenland vertrekt. Er is werk aan de winkel, aldus Narendorp. Er is ook een monitoringscommissie samengesteld voor de nieuwe loonreeks. Het is niet eenvoudig. Het voorwerk is al maanden teruggedaan. En nu heeft men de fase bereikt waarin men dus nu invulling zal moeten gaan geven. Het is niet eenvoudig, dat weten wij. In elk geval, die commissie moet, als het goed is, komende week bij elkaar komen, afspraken maken om ervoor te zorgen dus dat er een nieuwe loonreeks komt voor de gezondheidssector. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid reageert op de situatie in de zorgsector en zegt dat er al sinds 2018 onrust is. De kwaliteit van zorg voor de samenleving neemt steeds verder af. Dit is het gevolg van structurele onderfinanciering in de zorg. Wij hebben als regering op het vlak van zorgpersoneel, daar zijn we bezig met een aantal interventies om het personeel verder te motiveren. Op het vlak van tarieven zijn we ook goed op spoor om daar gauw verandering in te brengen. Op het tarief van medicamenten zijn wij in uitvoering, hebben wij een businessplan van het BGVS om de medicamentenvoorraad op te schalen. Op het vlak van structurele diepteinvesteringen hebben we een heel overzicht van projecten die op dit moment gaande zijn. Infrastructurele projecten, vervangingsinvesteringen, diepteinvesteringen vanaf de eerste lijn, tweede lijn, maar ook de derde lijn. Volgens Narendorp gaan de vakbonden ervan uit dat de regering de gemaakte afspraken zal nakomen. Tot nu toe is er geen reden om daaraan te twijfelen.